We schrijven 1913. Koning Albert en koningin Elisabeth openen de wereldtentoonstelling in Gent. Cinema is nieuw, hot en op het eerste gezicht vooral iets voor mannen. 1932 wordt een mijlpaal in de filmgeschiedenis. Walt Disney maakt de eerste tekenfilm in kleur en dichter en bekend art deco-architect Geo Hendrik bouwt de Capitool. Het wordt de filmtempel van de stad. Film is glamour, glitter en spektakel. Voor King Kong staat Groot Gent en omgeving uren in de rij. Het waren de hoogdagen van Capitool. In totaal waren er wel 40 mannen en vrouwen in dienst. Maar het was niet enkel film dat de klok sloeg. In de Capitool kwamen ook heel wat internationale artiesten de fameuze akoestiek in de theaterzaal uittesten. Onder andere Josephine Baker, Johnny Hallyday, Edith Piaf en Jacques Brel stonden er op de planken. In de jaren 80 kreeg de cinemawereld het moeilijk. Ook de Capitool. De zaal ging in 1986 toe. 14 jaar lang stond het pand leeg. Duiven vonden er hun thuis en er groeide zelfs een boom in het auditorium. Dat zijn hier de loges. Ja, dat zijn de loges. Tenminste, wat er van de hoop schiet. Dat was natuurlijk niet van mis, want er was hier geen lopend water. Men moest water aan. Hier waren dus wc's voor het publiek. Maar we kunnen er nog zien, dames en heren. Dit zijn dus de wc's van de dames. Een echte ruïne dus. Het was Geert Allaert die er nieuw leven in blies. Ongeveer 5 jaar geleden vroeg mijn collega en goede kennis Roger Klaes mij of ik de Capitool in Gent kende. En hij regelde een bezoek aan dit pand. Ik was op slag gepassioneerd verliefd. Sinds die dag wist ik dat ik dit theater zou herstellen in al zijn glorie en wou ik het zijn toekomst teruggeven. Zo gezegd, zo gedaan. 2000 was het startschot van de verbouwingen in Capitool. Maandenlang werd er met man en macht gewerkt. Er werden spectaculaire veranderingen doorgevoerd. Zo kwam er een volledig nieuwe backstage en een theatertoren. Het was een ware race tegen de klok. En bovendien zat het weer niet mee. September werd de natste maand in 100 jaar tijd. Weinigen geloofden erin dat alles op tijd zou klaar zijn. Ja, het leek lang onwaarschijnlijk, maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat we eind oktober hier niet alleen een schouwburg openen, maar dat we eind oktober ook een mirakel vieren. Op de vooravond van de première werden de allerlaatste details toegevoegd. De openingsavond werd een groot feest waar heel de stad en omstreken bij betrokken werd. Oude Engelse taxis reden af en aan. Ook Marilyn Monroe en de Dikke en de Dunne kwamen een kijkje nemen. Maar in onze tijd, dat was de mooiste scene wat dat er was. Je ging daar dus vaak naartoe? Ja, met mijn man dat was er goed in die luisjes voor een keer. Verstaat dat wel als je 17 jaar bent, waar? Ja, ik weet het niet. En uiteraard mochten bekende Vlamingen niet ontbreken. Later was het onze tijd. De trotse toenmalige burgemeester Frank Beke knipte het lint door. Het werd een topavond met een première van formaat, de musical Camelot. Sinds de heropening schrijft de zielvolle en charmante zaal weer volop verder aan haar roemrijke geschiedenis. Op 10 jaar tijd groeide het theater uit tot een vast cultuurbaken in Vlaanderen. Een kleine terugblik op het gevarieerde aanbod. De eerste en laatste opvoering van mijn laatste compositie. Ja, ja. Voor de mensen die het niet kennen, kort samengevat, Taibo, boksen voor Jeannette. Goedenavond, dames. Hij is er, bang, is er. Dus
not unusual to be loved by anyone. En dat je op de terugweg in de auto tegen je vrouw zegt, wanneer gaat je moeder een keer dood, man. We kijken er alvast naar uit.